Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij. Ik heb hier vandaag een Barbie set voor jullie en dit bestaat uit een pop en uit een paard. Dit is allemaal bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar, dus niet voor kinderen van 0 tot 3 jaar, wegens kleine delen die erbij zitten, die kunnen ingeslikt worden. In de set zitten deze pop en het paard en nog een paar accessoires. Dat gaan we zo meteen zien. Het is van de maker Mattel. En ja, ik ga het nu gelijk eens openmaken. Als eerste gaan we de pop eens wat beter bekijken. De pop heeft lang blond haar. Het is een beetje in laagjes geknipt. En ze heeft een haar in een zijscheiding. Verder draagt ze een sjaaltje. Die kun je met een klittenband weer openmaken. Ze heeft een gestreept shirt aan met 3/4 mouwen. Je kunt dit dan ook uitdoen, dit shirt. En dan is heel interessant dat ze geen broek aan heeft, maar dat het erop gedrukt is. Dus de Barbie op zich heeft, nou ja, geen stoffen broek, maar het lichaam bestaat gewoon dus uit blauw plastic. Dat vind ik best wel interessant en dat heb ik ook nog nooit zo gezien. Het is een pop die met de benen kan knikken, dus de knieën kunnen bewegen. En ook hier zo bij de heupen. Ze kan de armen bewegen. En het hoofd kan ze heel goed bewegen. Ik heb het gevoel dat dit iets beter gaat en wat bewegelijker is dan bij andere Barbies. Ze draagt dan bruine laarzen eronder, van die rijlaarzen. Aan de achterkant zijn ze open, waarschijnlijk zodat ze beter passen. En als je ze uitdoet, dan zie je dat zelfs de voeten blauw zijn. Dus helemaal, de hele been bestaat uit blauw plastic. Zo, dan gaan we het paard eens even wat beter bekijken. De manen zijn eigenlijk bijna hetzelfde als het haar van Barbie. Ik zou bijna zeggen dat het hetzelfde is. Het is alleen iets lichter bij het paard. Hiervoor is dat van plastic gemaakt. En deze manen die zijn dan glad en lang en heel licht blond. Het paard zelf is van wit plastic gemaakt. Het is best wel stabiel. Het paard heeft blauwe ogen. En je kunt de teugels hier zo aan de voorkant losmaken. Dus als je wilt kun je dit eraf halen. Hetzelfde geldt voor het zadel, dat kun je er ook weer afhalen, hieronder. Oh. En dan heb je gewoon alleen maar het paard. De staart is eigenlijk hetzelfde als de manen, het is hetzelfde haar. Zo, dan ga ik weer eens even de teugels en het zadel weer terug doen. En dan gaat Barbie zich voorbereiden om een ritje te gaan maken. Het zadel is trouwens van dat elastische plastic gemaakt en hetzelfde geldt voor de teugels. Hier lijkt het alsof er van die steentjes op zitten en hier ook alsof er van die verschillende structuren op zitten en alsof dit zo'n dik gevlochten koord is. Oh, zo dan. Zo, het paard is startklaar. En nu hebben we hier nog deze ruiterhelm. Daar zit nog wat van de verpakking op. Het is een zwarte helm. En ook hieronder kun je hem sluiten. Het is ook best wel elastisch. Zo. Het haar een beetje uit het gezicht halen. En nu eens even kijken of ze dan ook op het paard kan rijden. Zoals je ziet kan ze niet echt helemaal op het paard gaan zitten. Dus het is een beetje alsof ze half zit, half staat op het paard.
Maar ze kan wel goed bij de teugels. Je hebt hier ook nog van die dingetjes zodat ze het vast kan houden met haar handen. Dit is dan lekker makkelijk voor de Barbie. Normaal gesproken is dat niet bij teugels, maar voor Barbie is het wel handig om het vast te houden. Nu kan de rit beginnen. Ik vind dit set eigenlijk best wel mooi. Je kunt er best wel leuk mee spelen. Je kunt het paard en de Barbie stylen. Je kunt spelen dat Barbie een ritje gaat maken, dat ze het paard naar de stal brengt. Je kunt dus de halter en de teugels eraf halen en het zadel ook. Dus er zijn veel mogelijkheden. Wat ik natuurlijk wel interessant vind is dat ze niet zo'n echte broek aan heeft, maar dat het gewoon erop gedrukt is. Ja, ik vind dat eigenlijk niet zo heel leuk, want je kunt er op zich wel een andere broek aan doen, maar als ze een rok aan heeft, dan zou dat echt helemaal niet gaan, want dan heeft ze nog steeds de blauwe benen en blauwe voeten. Dus ja, je kunt er ook niet echt gebruiken voor andere dingen. Je kunt niet spelen dat ze naar een bal gaat bijvoorbeeld, want dat ziet er dan wel heel raar uit met die benen. Blauwe voeten onder een rok of met sandalen, dat gaat helemaal niet. Dus ja, dat is wel mijn kritiekpuntje. Maar verder vind ik het eigenlijk best wel leuk. Ik vind het wel goed gemaakt. Het is ook een knappe Barbie. En het paard ziet er ook wel mooi uit. Jullie kunnen me laten weten in de reacties wat jullie ervan vinden van dit paard en van deze set. Dus laat het maar weten. En verder, geef me een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Als je een indruk ervan hebt kunnen krijgen. Bekijk ook onze andere video's. Abonneer op ons kanaal. En tot de volgende keer.